Van Farnese. Ja, en Hulsmans is goed. Hulsmans is heel goed. En ook een goede Gert Dops. In het gootje. Heren supporters, mevrouwen supporteressen, even opzij, want dat gootje dat is hier op de taille, op dat eerste stuk, oh zo belangrijk. Ja, het probleem is, bij deze mannen gaat dat nog, maar wanneer ze straks Tom Boonen zien en ze beginnen te wijzen van kijk, daar Boonen en die armen gaan vooruit, achterop komen de renner, die heeft dan, daar dan een probleem mee. De vrees voor de uitgestoken vingers. Onder andere, ja. Je kan er als renner in bijten. Nog erger is wanneer er iemand staat met een wandelstok. Oei. En die wijst van kijk daar. Gebeurt dat, José? Dat is ooit gebeurd in de Tour, ja. Heb jij het meegemaakt? Ik kon er net onderdoor. Ik ben niet zo groot. Hè. Dat is soms het voordeel van niet groot te zijn. Dat is geen geintje. Wij zien dus de Belgen hier, Dox, aan het wiel van Hulsmans. Dat is op 56 kilometer van het einde, maar Karel heeft dat in de mot. Ja, een spurt naar de voet van de Taaienberg. En Boonen heeft zijn positie, de eerste positie. Met Van Marken dan in het wiel. En dan komt Cancellara vanuit vierde positie. Enorme inspanning van Boonen tussen het gesnerp van de motoren en het publiek. En Van Marken moet uit dat wiel. Boonen test en dat komt goed. Cancellara raakt daar niet voorbij. En Boonen nu helemaal alleen. Hij kan het dus niet laten. Dit is zijn heuveltje. Dit is zijn bergje. Hier wil hij altijd uitpakken. Vooral op dat eerste stuk in de wetenschap. Op het vals plat kan ik toch even bijtanken. Van Marken is diep moeten gaan. Heeft ondervonden dat deze bonen misschien nog wel op een etage hoger zit dan de bonen van de omloop. Het Niesblad. En hier rijdt Gilbert. Wat een verschil. Gilbert helemaal zigzaggend achteraan. Genoodzaakt het op de kasseien te zoeken. Een sprankeltje geluk. Maar gaat dat daar in die groeven tussen die kinderkoppen niet vinden. Boonen even met een tussensprintje, maar wat zijn daar de gevolgen van? De gevolgen zijn ervan dat Cancellara gaat terugkomen met Sepp van Marken en ik zou het uit het wiel gaan van Sepp van Marken niet echt overdrijven in die zin. Sepp van Marken is duidelijk minder explosief dan een normaal gezien een Boonen, alhoewel Sepp van Marken wel een sprint heeft, maar toch. Nou, ja. Van Marken op de Molenberg in de omloop het niet. Ja, pure kracht, ja, tuurlijk. Maar, de volder mee. Ja. Het is leuk om als hij meest. Leuk om als, ik heb ook wel gezien een vrij makkelijke terugkeer van Cancellara. Ja. En over wat had je gedacht? Op de kassei gemoeten, hè? Op de kassei, niet in het gootje. Hè? Ik denk dat Paolini ook mee is, of is dat Vrijwe? En Hoste. Maar Karel ziet het in elk geval. Ja, ik zit erbij en Hoste is er inderdaad ook bij. Ze zijn met zessen en ze kijken even naar elkaar, ze taxeren. Wat doen we? Gaan we samenwerken en gaan we door? En dan zet Cancellara zich op kop en dan weet je het wel, hè? Ze gaan samenwerken. Dit wordt iets. Leuke mans, Cancellara, Boonen, Van Marken, Hoste en Paolini. Zes stuks. En kijk eens om, Karel, als je ertussen zit, ik denk dat Degenkolp op komst is. Ja, die dikke Degenkolp is op komst. Oh, mag je dat zo wel zeggen? Van een vijfde van Milan Sanremo. Karel. Degenkolp en Alessandro Ballan is ook opkomst. En dan zit daar nog een jongen van Sky bij. Hagen. Dus nog drie opkomst. 6+3. Ik kijk even. Het is inderdaad Boasson Hagen. Dus Degenkolp, Hagen en Ballan gaan nu de aansluiting vinden. En dan wordt daarachter gevlamd. Maar ze zien het gat groter worden. En dat komt door Fabian Cancellara natuurlijk. Schoon groepje is in de maak. Heel mooi groepje. Hier is Hoste. Mag jammer genoeg niet meedoen aan Parijs-Roubaix. Maar kijk eens hoe fier hij zijn borstkast toont. Ja, dan moeten de publiciteit op tatoeëren van accent. Dan is dat ook nog eens zichtbaar op dat moment. Nee, maar het is toch wel frappant dat de beste renners, Hulsmans, de betere renners, hier vooraan zitten. Hulsmans, mooi mee. Ze weten het natuurlijk dat een Tom zich daar niet kan inhouden op de taaien. Wat zeg ik? Leukemans. Leukemans voor Vacances Soleil DCM. Nog een tweede groepje op komst. Ik ben benieuwd in hoeverre ze gaan terugkomen. Als die mannen erbij zijn, is de vraag van welke knechten zitten daar nog bij en wordt er dan onmiddellijk de gas opengetrokken. Pozzato is er ook. Help ons, Karel. Het groepje dat op komst is bevat onder meer Filippo Pozzato, maar bevat ook twee ploegmaatsen van Fabian Cancellara, Daniele Benatti en Tony Galopin. Niemand van Omega Pharma Quickstep, dus Boonen, die staat er alleen voor. Hier in dat achtervolgende groepje dat gaat komen aansluiten, ook iemand van Rabobank, dat is Maarten Wijnands. En Marco Marcato hebben we al gezien, die hebben we al meegegeven. En dan ook nog Bernard Eisel van Team Sky en nog een paar jongens die we gaan identificeren en dan bij jullie terugkeren. Hier zien we een motor die aan een inhaaljacht bezig is. En dan zien we daar een samensmelting van die twee groepjes. Met dus vooral mannen van de ploeg van Cancellara die teruggekomen zijn. Dat is niet onbelangrijk, José. Nee, dat is zeker niet onbelangrijk. En waarbij ze dachten van bij Quickstep, bij Omega Pharma Quickstep moet ik zeggen, we hebben de sterkste ploeg. En die mannen van Cancellara doen niet mee. Want wie zei daar vandaag ook weer in de krant? Wij zijn in de breedte 10 keren breder. Terpstra.
Alsjeblieft. Terpstra. Dit zijn de koplopers, of wat er nog van overblijft. Onder impuls van Hulsmans is die groep uiteengespleten. En wie hebben we daar nog? We hebben Doks, die rijdt hier inderdaad op kop. We hebben ook Hulsmans, we hebben Gatto, we hebben Morkov daar nog zitten. Dus even opzij gaan om te ontwaren wie er nog bij is. Ook Godin. Hier is Kevin uit Lommel weer. En ook de derde man van Farnese, Ascani, is nog mee. Luca Ascani. En we gaan weer naar Karel. Ja, nog een paar namen toe te voegen aan de groep der grote favorieten. De namen die je kan toevoegen zijn Ian Stannard. Er is ook iemand bij van Saxo Bank, dat is Matteo Tossato. En dan zijn ook Os en Sagan teruggekeerd. Peter Sagan, Os en Sagan. Ja, die Os, speel die maar. Die is altijd mee. Die werkt onderweg en aan de streep. In Milaan-San Remo zich voor verrot gereden voor Sagan en co. En dan toch nog negende worden. Ja, nog negende worden. En wat krijgen we nu hier, Michel, vooraan? Met Degenkolb daarbij, met een Sagan erbij. Zijn er hier toch een paar mannetjes bij die denken, oei, oei, oei. Hier rijden we niet mee naar Haarlembeke. Hoe moeten we die mannen er gaan afkrijgen? Ah, op de stations. Ah, die is gedaan. Op de Kruisberg. Ja. Of op de Paterberg, of op de Kwaremond. Maar daar heb je dan net een Kwaremond, ja. Dan heb je er net een klein beetje meer ruimte. Dat is niet makkelijk. Voor een goed begrip, in de E3 is het zo dat we de Pater voor de Kwaremond doen. In de Ronde van Vlaanderen wordt dat tot 3 keer toe anders. En dit peloton is nog niet helemaal weg. Maar je hebt natuurlijk al die eerste filtering gekregen. We zitten hier op de rug van Stijn de Volder. In de jaren waarin hij de Ronde van Vlaanderen won, José, zat hij toch altijd behoorlijk dicht. Niet in het eerste groepje, meestal dat van Bonen, maar wel in groepje 2 op een minuut. Ja, en er zijn er toch een paar vooraan die we toch missen. En ik bedoel, ik denk dan aan een Van Avermaat. Hoe of wat, Chavanel, zie ik daar voorlopig niet bij zitten. Het zijn toch mannen die we daar normaal gezien in principe vooraan mogen verwachten. Ja, als Chavanel daar zou bij zitten, dan krijg je natuurlijk een ander verhaal. Maar het is anderzijds ook zo dat Chavanel terug moest komen vorige woensdag van een zware bronchitis. Zwaar geïnvesteerd heeft in de wedstrijd van woensdag in Waregem en dan misschien wat minder is. Ja, dat zou inderdaad kunnen dat de benen nog een klein beetje vol zitten. Vol met melkzuur dan. En misschien... Het zou ook een mooie geweest zijn met merkzuur. Ja, dat zou maar nog... heeft hij ooit nog... melkzuur gehad? Ik denk het niet, hè. Dat is pas nadien uitgevonden. Melkzuur. Is dat de jonge Galopin die daar op kop zit? Dat is inderdaad Galopin. En zit Benatti daar ook niet wat verderop? Dit is Benatti. Dat is Benatti, ja. Zoals er net, die zijn teruggekomen met twee. Dat is de tweede van de tijdrit in Tirreno Adriatico, hè, Karel? Ja, maar het gaat niet snel genoeg. Ze zijn met te veel en ze zijn te veel naar elkaar aan het kijken. En als wij achterom kijken, dan zien wij daar een hele grote groep aanstormen. Dus ze gaan hier toch tempo moeten maken als niet alles opnieuw moet begonnen worden straks. Even achterom kijken. Ja, daar zijn ze al. Het zijn vooral die jongens van Europcar die met een man of 2, 3 daar aan het vlammen zijn. En die groep, dat moet een man of 40, 50 zijn. Dus straks misschien alles opnieuw te doen. Die reactie in het peloton die komt nu wat sneller. En het afpotten van de snelheid hier vooraan gebeurt ook wat sneller. Want er zijn de oortjes. Ja, er zijn de oortjes plus. We krijgen nog kansen. Hè. En dat is eigenlijk nog het belangrijkste van allemaal. Het mooiste moet nog komen. Patersberg, Kwaremond. En vooral de Patersberg, de renners die daar weten voorop te draaien. Die daar parcours kennis hebben. Dat wordt het een probleem voor mannen als Sagan en anderen. Als je daar niet echt vooraan zit om dan nog terug te komen. Je kan eens een herkansing hebben zoals daarnet. Maar nog één keer en dan is het over en out. Hè. En de beste waren er net Bonen, Cancellara, Sepp van Marken. Ik zou me niet verbazen wanneer dat straks terug hetzelfde is. Als je het maar weet. Want doorgaans is het zo dat de beste zich hier onderscheiden. Bonen die vraagt zich af, ah wel jongens, maar hij zit wel alleen. En dat is een beetje een tegenvaller, denk ik. Ja. Dat is een domper op de feestvreugde. Is in de geschiedenis nog gebeurd, hoor. Dat Wilfried Peters zich razend maakte na de E3. Hij zat te vlug alleen. En dan wordt er eentje naar voren gestuurd. Hier krijg je een aanval, Karel. Ja, van Tony Galopin. Galopin gaat aanvallen, kreeg daar even een signaaltje. Doe maar, want de samensmelting zit eraan te komen. Dus ga maar eens, probeer maar eens. En dat doet hij. Galopin. Een enorm talent. Dierk de Mol, hè? Ja. Dierk de Mol, die mij een paar maanden geleden al gezegd heeft van... Houd hem in de gaten, want hij is echt een kanjer. En Alain Galopin. Ja. Ook ploegleider. Ja. En nu op komst achter hem, Stijn de Vol of Leijvosten. Niet te onderschatten, hè. Karel, is het waar?
Ja hoor, Leif Hosten is op komst. Fluxreactie van Leif Hosten, die blijkbaar zijn benen van een paar jaar geleden heeft teruggevonden. Dat is bemoedigend en veelbelovend voor volgende week. Leif Hosten, echt weer super. Voor Accent Willems. Alles op een fotje. Daar gaat Galopin. Hebben we nog altijd koplopers, hè? Kijk eens naar die stijl. Dat is de man die een paar jaar geleden bijna wereldkampioen werd bij de beloften. Ja, goede tijdrijder ook. Hele goede renner. En Hosten rijdt dat gat niet zomaar dicht. Nee. Dit is talent. Dit is de jeugd. Hè. Hosten is iets meer leeftijd. Een man om op te bouwen. Tony Galopin uit Dourdan. Schrijnwerker van opleiding. Maar de kans is klein dat hij nog aan het schrijn zal werken. Als de kopgroep te groot is, terwijl we daar naar een nieuwe samensmelting gaan, dan kun je maar beter wat roffelen om die uit elkaar te krijgen. We rijden nu rondse binnen en we gaan dus naar de Kruisberg. Ook de Kruis gaat straks in de nieuwe ronde van Vlaanderen een belangrijke rol spelen. De motor zit daar te dicht. Zeker als ze hem nemen de kant van de kasseien. Dat is echt een rot ding. En we gaan naar Karel. Hosten heeft Os bij zich gekregen. Hosten en Os nu samen op weg naar Galopin. En nu komen ze wel zienderogen dichter. Die Os die heeft ook superbenen. Ja. En dat is een man niet alleen met een aantrekkelijke naam. Daar kun je wat mee doen. Wat woordspelingen en wat weet ik allemaal. Verwijzen naar Bonanza. Maar ik kan verdorie een stukje trappen. Ja, en ik denk heel goed gezien ook van Leif Os te proberen. Anticiperen voor de Patersberg. Zorgen dat je daarvoor weg bent. Os om mee en te zijn. Os en Hosten, ja. 48 kilometer nog. Er is er nog eentje die denkt van ik ga ervan gebruik maken om ervan weg te rijden hier van deze samensmelting. Want men zal nu even gaan aarzelen. Men heeft ondervonden dat het ondanks de aanvangssnelheid en het lekkere weer niet evident is om zo snel een gat te slaan. Dus maar profiteren. Nu even windstil en rijden maar. Benieuwd of de mannen van Omega Pharma Quickstep de gelederen vooraan een klein beetje kunnen sluiten en rondom Bonen kunnen postvatten om daar van daaruit terug een nieuwe kans aan te vatten. Op de Kruisberg. 1300 meter de lengte. U zag de percentages op die lastige kasseien, die bokkig hotsen en knotsen. Galopin op 12 seconden gekomen. Op 12 seconden van wat overblijft van deze groep met Morkov die het tempo bepaalt voor Hulsmans. Dan Gaudin wat verder op de andere, maar we gaan naar Karel. Ja, want Tom Bonen die heeft een deel van zijn ploegmaats nu natuurlijk teruggevonden. En ze proberen daar op kop van het peloton de groep een beetje te controleren. Terwijl Dennis van Winden daaruit probeert weg te rijden. Maar Tom Bonen heeft dus weer een paar ploegmaats bij zich. Die waren toch serieus afwezig op de Taaienberg, dat moet gezegd. Ja, dat is zo. De kopman heeft er daar flink aan gerammeld. Maar zijn ploegmaats moesten er ook af. En dan reken je op een type als Chavanel om mee te zijn. En dat is dan niet gelukt. Iglinski die daarmee aan het wiel van Winden probeert naar voren te komen. Van den Berg die het tempo daar weer wat in lijn begint te leggen. Karel. Ja, en Os die de inspanning bekoopt en er nu helemaal uit moet bij Leif Hosten. Bijna stilstaat. Hosten nu op een meter of 40 van Tony Galopin. Hij moet daar naartoe kunnen straks. Als ze boven komen, moeten ze met twee en de achtervolging kunnen. Ja, en ze zien daar de leiders al rijden trouwens. Ja, we kregen ze net in één beeld gevangen. Dus Hosten met zijn ervaring dan toch iets beter of iets oordeelkundiger dan Os. Van den Berg, is dat weer Trentin hier? Zoek niet helemaal het juiste spoor. Daar waar de kasseien de scherpste kantjes vertoonden, daar ging hij rijden. Het niet evident, dit is Gaudin. Kloeke kerel. Lastig stuk hoor, hier die uitloper van de Kruisberg. Dit is Os. Die wordt opgeraapt. Ja, dat is geen parcourskennis. Hè. Dus alles gegeven in de inspanning naar Hosten toe. En dan op die kasseien komen en daar dan een ferme tik gekregen. Die grote versnelling niet kunnen ronddraaien. Het is inderdaad Iglinski die aan het wiel zit opgelet. Iglinski was hier al eens derde. Dat is al een poosje geleden, 2009, na Pozzato en Bonen in een sprint waarvan we dachten van Bonen gaat het hier wel doen en een vijfde keer deze E3 winnen. Bonen was hier tot twee keer toe tweede.
ook eens een keertje achter Cancellara, maar er was niks aan te doen. We krijgen daar een nieuwe poging, Karel. Ja, van Oscar Freire, drievoudig wereldkampioen Oscar Freire, die van de bevoorradingszone gebruik maakt om in de tegenaanval te gaan en proberen een plekje te vinden daar vooraan in het groepje. Daar is Freire. Dat hebben we nog zien doen, zien aanvallen in een wedstrijd waarvan je weet, ik kan die niet winnen. Ja, dat is kijken. Hij zit daar nu vooraan en de weersomstandigheden zijn goed. En dan kijken hoe ver hij daarin kan komen. Hè. Ik zal zeggen, Freire, ik had hem eigenlijk eerder iets zondag verwacht. Mm-hmm. Dus geen twijfel, Gem, overmorgen op zondag. Een wedstrijd die hij al wel gewonnen heeft. Een wedstrijd die hij al gewonnen heeft, ja, absoluut. En een wedstrijd die in principe beter in zijn mogelijkheden moet liggen. Het gaat nu weer zeer snel naar een volgende heuvel. Dat is de Kapelberg. En ik vind eigenlijk dat ze, gelijk als bij Freire, die wereldbandjes die op de mouwen draagt, dat hij zo drie boven elkaar zou mogen dragen. Ik vind dat je dan zou moeten kunnen zien hoeveel keer iemand wereldkampioen geweest is. Maar krijg je dan geen overdaad? Ja, dat is geen overdaad. Als je drie keer wereldkampioen bent geweest, moet je dat toch kunnen laten zien. Is dat net of hij heeft veel keer wereldkampioen geweest? Galopin Hoster. Tony Galopin. En Hoster. Moet ik het u nog zeggen? Drie keer tweede in de Ronde van Vlaanderen. Vooral die laatste keer. Toen hadden we alleen nog de ogen om te schreien. Balam. Was het mogelijk. Galopin, dat is een puncher, hè? Ja, die overneemt, dat is vol. Hè. Dat is niet een klein beetje overnemen, dat is echt vol. Een jongen van 23, hè. Wordt straks in mei 24. En werd als prof bij Cofidelis Chavanel. Dat moet een opluchting zijn voor met de troepen. Met Benati en het wil. Dat moet een opluchting zijn voor de troepen van Bonen dat Sylvain dan toch een tred gevonden heeft die ergens op lijkt. Daar is Chavanel en zo waren de man van Euskaltel mee, Karel. Ja, en ze gaan nu proberen snel naar Freire te rijden. En ook Galopin en Hoster zijn niet ver. Op die manier kunnen ze misschien met een nieuw groepje anticiperen voor de oude Quaremont. We weten natuurlijk niet waar Chavanel zat voor de Taaienberg. Misschien had hij daar ook pech. Of was hij door een of andere manoeuvre een beetje teruggeslagen in het peloton. Waardoor hij de vlucht miste. Want Chavanel moet toch in staat geweest zijn om die eerste mannen te volgen. Om daarbij van Marke, Cancellara, Bonen en de rest te zitten. Dat moet hij zeker gekund hebben op basis van wat we woensdag hebben gezien. Ze komen nu bij Oscar Freire. Opgave Philippe Gilbert. Dat is tot dusver het meest markante feit. Opgave Philippe Gilbert. Hier wordt Freire ingehaald door Chavanel. En dan stomen ze met een man of vijf richting deze twee. En er is er nog eentje mee, dat is Benatti, die inderdaad goed opgemerkt was. Die hier nu meegeleid naar Galopin toe. Ja, hij is ook nog mee daarachteraan als laatste man in het groepje rollen. Maar voor de rest komen ook anderen weer wat dichter. Ja. Het is wel een stevig uitgedund peloton, hè? Ja, we hebben ondertussen ook al wat bergjes gedaan, hè. Wanneer je de Taaienberg en die dingen voorbij bent, dan begint het te wegen. 8. Op naar de Kapelberg. Lengte 1260 meter. Een puntje van bijna 14%. 7,14 moyenne. En nog altijd de koplopers. Met Morkov. Met de drie van Farnese. Zij vooral de motoren van het gebeuren. Maar toch die Morkov niet onderschatten. Dat is een meer dan degelijke wegrenner. Hier krijgen we een counter vanuit het kamp van Green Edge. Langeveld. Die is hier altijd goed. Het lijkt me inderdaad zijn stijl. Met de knietjes wat binnenkant tegeneen. Dus een beetje aanpassen. Die groene kleuren. Vroeger alles oranje. Vanwege Rabobank. En nu naar Karl. Ja, bevestiging Sebastian Langeveld. En het viel even stil daarachter, maar het wordt nu weer in gang getrokken door Paolini, denk ik. Weer iemand van Katjusha in elk geval. En dan de Sliert weer op één lang lint. Langeveld die 100 meter voorsprong heeft. En dan wordt daar weer naar elkaar gekeken. Op die manier proberen ze echt wel stuk voor stuk te anticiperen. Langeveld die nu ja, op een boogschut van de leiders aan het fietsen is. Alles gaat weer samenkomen. Misschien net voor of net na de Paterberg. Langeveld was hier zesde in 2010, negende in 2009, weet hier met andere woorden hoe het traject ineen zit. Gatto, motor van het gebeuren, samen met Hulsmans, ongetwijfeld. Hulsmans met al zijn terreinkennis weet hoe je hier moet indelen. Ja, je hebt de neiging als je die mannen van Vini Farnese op dat scherm ziet komen om de kleuren iets minder te zetten. Ja, daar heb je ook weer een punt. Ze zijn weggereden, zeg maar, na 60 kilometer. Daar had u nog recht op.
de mannen die nu nog altijd vooraan rijden. Ze waren oorspronkelijk met 9, ze zijn nu nog met 6. Vlak voor de versnelling op de Taienberg moest Chavanel van de fiets. En daardoor is hij wat later aan het front gekomen. Dat is betekenisvol geweest voor het niet doorgaan van het bataljon Bonen. Ja, absoluut. Hè. En daardoor het tweede groepje kunnen terugkomen. Wanneer een goede Chavanel daarbij zit, dan denk ik toch wel dat die van Bonen de opdracht krijgt. Of samen het idee hebben van, kom aan, we gaan ervoor. Hulsmans, sterk. Man. Dat is 3 keer zo sterk dan de 3 voorbije jaren. Karel. Ja, echt sterk hoor. En je zag hem achterom kijken hier boven op die Kapelberg. En hij zag dat het peloton in aantocht was. En hij vuurde de anderen weer aan. Kom mannen, we moeten voorblijven. Voor de pater moeten wij voorblijven. Want anders zijn we echte vogels voor de kat. En als we die pater met een paar 100 meter voorsprong kunnen aansnijden, dan gaan ze ons daarop niet voorbij. Dus Hulsmans hier de motor van het gebeuren. Maar alles zit nu dus wel heel dicht bij elkaar. Wat mij opvalt, dat is dat die troepen van Cancellara, dat die bijzonder goed functioneren. Die komt ras daar met zijn brede bast aan het stuur van Van den Berg. Ja, die zijn inderdaad goed gemotiveerd. Die hebben uiteraard een kopman om u tegen te zeggen, Fabian Cancellara. Maar zitten daar ook met een hele goede Benatti. Benatti, ja, zoals je er net al aanhaalde, tweede in de afsluitende tijdrit van Tirreno Adriatico. Hm. Benatti, hè? Ja, je hebt al vaker gezegd van de sprinterstypes in Italië, wellicht de man die het meest geschikt is om ooit eens een ereprijs te halen in ons werk. Wel, ik had vroeger altijd het idee, ik stond al jaren geleden, wanneer Benatti zich echt zou omgeschoold hebben tot dit soort werk, dat het eigenlijk wel zou moeten gekund hebben. Hij heeft heel lang geprobeerd om sprinter te zijn. Dat sprinter zijn is er een klein beetje af. Het is te zeggen, tegen de supersnelle sprinters, vooral door het aankomen van jong sprintgeweld als Kittel en Cavendish en anderen, daardoor Benatti een beetje naar de tweede lijn en alleen maar sprinten winnen in tweede rangswedstrijden, zal ik maar zeggen. Niet echt in topwedstrijden. Behalve dan in eventuele toeretappen of zo, waar het echt wat zwaarder gaat. Maar ik denk nog altijd, wanneer deze man zich echt moest specialiseren op parcourskennis en ook een beetje op de kassei leren rijden, dan zou dat een man kunnen zijn. Ik zeg niet voor te winnen, maar toch een mooie ereplaats. Er was eens een boer, die had een stuk weg op een landstrook die stevig bergop liep en die kon er met zijn tractor niet helemaal naar boven, toch niet zoals het hoorde, en heeft dan na uitdrukkelijke aanvraag uiteindelijk verkregen dat men daar kasseien neerlegde. En dat werd de Paterberg. Ja, dat wel, ja. Maar we zijn er nu naartoe. Hij heeft dat alleen maar kunnen doen door de naam eraan te geven, Patersberg. Hij is daarvoor moeten passeren, hij heeft daarvoor naar, van alles moeten geven aan de kerk en doen allemaal en zo, en daarom is de Patersberg geworden. Ja, dit is een geintje wat je nu vertelt. Want Pater zou dan weer van Patour komen. Of iets in die aard. Of anders is het omdat daar, ze staan daar stil. En daar staat Maarten Wijnands. En die heeft die is onderuit al gegaan. Wat trammelant in petto. En die was op kop aan het rijden. Hè? Dat klopt. En die staat daar bij Roland. Die is daar iets te gretig door de bocht gevlogen, denk ik. Maarten Wijnands, een van de smaakmakers van dwars door Vlaanderen. Deed het daar voortreffelijk. Zeg maar tot bijna aan de streep. Wijnands werd uiteindelijk 8e. En dan heeft hij een probleem, hè. Die ploegleiderswagen van Rabobank met het nummer 23. Na Milan Sanremo, of na na Milan Sanremo moet ik zeggen, dan heb je een probleem. Na de World Tour tot dusver. Daar links zagen we iemand inderdaad in een oranje shirt ten gronde gaan. Opletten dus, we zijn onderweg naar de Pater. Nog eens herhalen, de Pater ligt hier in de E3 Harelbeke voor de Quaremont. Tussen de top van de Pater en de voet van de Quaremont zitten een goede 3,5 kilometer. En toch nog altijd vechten voor iedere morsel gronds. Dat is wat de Italianen onder aanvoering van Hulsmans doen. Ja, ze weten, mochten ze boven komen op de Patersberg met een klein beetje voorsprong en de Quaremont overleven, dan zijn ze misschien wel op weg richting aankomstlijn. Sowieso zijn ze op weg richting aankomstlijn. Maar dan is er toch nog iets anders. Hier is hij. Hier is de berg van het Gootje. En Gatto die krijgt een vrijgeleide van Hulsmans. En die gaat dan even het tempo wat laten zakken. En dan is Gatto Ribedebi. Ja, dat is een mooi ding. En nu komt Gert Dox in de achtervolging. Maar het gevaar komt van deze mannen hier. Hè. Benieuwd wie hier het Gootje gaat kiezen en wie uit het Gootje moet. Bonen. Bonen natuurlijk. En Van Marken, dezelfde mensen weer in dezelfde orde. Bonen, net als op de Taaien. En Karel die zit op de eerste rij.
Ja, en Bonen inderdaad met Van Marken dan op een fietslengte. En dan daarachter kijken waar Cancellara zit. Die zit nu in zesde positie. Die zal dus op de kasseien moeten uit de goot als hij wil opschuiven. Zit in elk geval wat verder. En ze worden heel snel gegrepen. Enkel Gatto rijdt er nog voor. Hulsmans en Co. die zijn er al aan voor de moeite. Dus Bonen moet nu wel op de kasseien om daar voorbij te geraken. Gatto gaat overleven. Hij gaat bovenkomen als eerste op de Paterberg. Zie je Cancellara daar met een kleiner verzetje naar boven rammelen? Je gaat hem onmiddellijk zien verschijnen. Dat gaat niet lang duren. Bij Bonen wordt het wat lastiger. Daar heb je Cancellara. Bij Bonen loopt het wat stroever omdat hij verplicht was op de kassei te gaan lopen. Ja, maar Cancellara zit ook op de kassei, maar heeft gewoon bewust gekozen voor een kleinere versnelling. Bonen die hier wel niet echt vol doortrekt. Die voelt van daarnet al van waar zou ik naartoe rijden hier. Alleen nog even wachten. En daar staat al een kloon van Gilbert langs de kant. Hoort niet echt een Belgische trui dragen als je die zelf niet gewonnen hebt. Nee. Ze zouden die niet mogen verkopen trouwens. Dat is nu 20 seconden voorbij. Kop van de koers. Kop van de koers waar nu eigenlijk alles bijeen propt. Hè? Nu ben ik benieuwd naar de volgende ontwikkelingen. Wat gebeurt er in de afdaling van deze Paterberg? Wat gebeurt er onderweg naar de Oude Quaremont? En wie gaat daar alles op betrekken? Daar zit Van Summeren. Dat is al ver. Met Burkhardt. Dit is Gatto. Zichzelf een klein beetje voorbij gegaloppeerd op de voorbije bergjes, denk ik. Dit is Oscar Gatto. En Gatto staat nog altijd voor kat. Een snelle kat. Of twijfel je daaraan? Nee, absoluut niet. Ik weet dat mijn Italiaans zeker niet in de buurt komt. Dat is niet de bedoeling. Maar het is katachtig wat hij doet. En dit is Gaudin. Opletten, gevaarlijke afdaling die van de Pater. Karel. Ja, Gaudin die hangt nu natuurlijk in het niemandsland. Probeert naar Gatto toe te rijden. Maar dat is al een flink gat. En dan is er de druk van de groep van de favorieten. We kijken, het is toch een man of 25, 30 die hier nu samen is geklit. Onder het impuls van Tom Bonen richting Oude Quaremont. Tom met de handjes los op het stuur. En dan die andere mannen in het wiel. Cancellara zit daar nu al in derde positie. Ook Van Avermaat zie ik op de voorste rijen fietsen. En Van Marken uiteraard. En Bonen die kijkt dan om, krijgt geen steun. Kijk nog eens naar Os, die terug is gekeerd en het valt dan weer stil. Bonen maakt misbaar, maar Cancellara gaat door. Cancellara op het grote mes. Ja, en nu naar de Quaremont. Weet u nog, vorig jaar, toen Nick Nuis een poging deed om Cancellara te volgen op de Oude Quaremont in een E3 die veel minder bezet was vanwege de concurrentie in het weekend met de Gent-Wevelgem. En Nuis die begaf dan, heeft er achteraf spijt van gehad. Hij zei van, dat kleine restantje, ik had het nog wel, maar ik durfde het niet aan te spreken, omdat ik wist van, ik ga dan straks een lap van je wel eens te krijgen. Ja, maar als we dan de Cancellara gezien hebben bovenop de Oude Quaremont, hoe hij daar echt vol doortrok. Van Avermaat. Ja, dit was echt wel een super Cancellara. Van Avermaat, met Paolini. En de renner van Saxo. Dan Gaudin toch. Die toch nog probeert te volgen. Ik denk dat het inderdaad nog altijd Gaudin is. Van Avermaat. Derde dus. In 2008. Lars Boom is op komst. Die ook weet dat hij moet anticiperen. Dat is misschien wel goed gezien. Hier wat voorsprong nemen. In de waan dat het beest van Bern straks komt. Ja, vooral hier straks links opdraaiend richting Oude Quaremont. Het is vooral een kwestie van vooraan zitten. Niet direct de specialiteit, ook van bijvoorbeeld iemand als Van Avermaat. Daardoor dat hem ook iets liever in Wallonië rond fietst dan hier in Vlaanderen. Dat wringen is niet aan hem besteed. Het is geen frotter. Nee, misschien toch wel het gevolg van net iets te laat binnen de wielrennerij gekomen. En daardoor iets te weinig piste, iets te weinig kunnen sturen misschien. Van Avermaat, Iglinski, Hulsmans die dan toch nog na al dat werk vooraan weet de post te vatten. Ook Os. Os die zich wellicht met een beetje verstand laten uitzakken heeft er net boven op de Kruisberg. Gaudin wordt weer gegrepen door het peloton, zegt men. Dus Gatto rijdt daar alleen met een voorsprong van 27 seconden. En gaat Hulsmans dat tempo gewoon regelen. Niet te geweldig. Ja, niet te geweldig. In de eerste plaats om Pozzato te laten positie pakken. De vraag is waar zit Pozzato? En dan in de tweede plaats om deze Gatto links in beeld. Om die proberen een klein beetje voorsprong te geven. Alhoewel dat eigenlijk verloren moeite zal zijn, denk ik. Misschien heeft Gatto vanochtend wel gezegd. Oggi mi tocca a me. Vandaag aan mij, mannen. Dat zou kunnen.
Maar hij is al zo lang op pad. Hij is inderdaad al zo lang op pad. Het is wel zo, dat vorige beeld dat we gezien hebben op de Patersberg, dat dus duidelijk was dat deze Gatto zichzelf heeft mogen sparen in het groepje met Hulsmans. Ja. En dat Hulsmans daar duidelijk koos voor deze man. Hulsmans plaatsmakend in het gootje. En dan terug plaats innemen in het gootje, waardoor de rest eigenlijk buitenom moest. Gatto uit het noordelijke, altijd vrij opgepoetste Montebelluna. Een man die op januari, op 1 januari nieuwjaarsdag feest mag vieren. Dat mag hem sowieso, maar twee keer. Dan is hij jarig. Voilà. Hij is 27 geworden. Gatto. Begon zijn carrière bij Gerolsteiner. En hier doen ze het vrij rustig. Wie gaat hier een opening creëren? Wie durft? Pas op. Bijna vrijer daar ten val gekomen. Ik dacht dat het zover was. Kon nog door aan te leunen recht blijven. En dankt zijn compaan die daar naast hem zat. Van Avermaat, die gaat versnellen. Van Avermaat dan toch. Ja, op de kassei. Je moet u afvragen wanneer gaan ze het nog gaan doen. Hè? Als dat tol ik hem terug. Deze oude Quarmon voorbij zijn. Mm-hmm. Ja, dan krijgen we een tactisch gedoe, Karel. Ja, maar we zijn nog niet boven. Hè. Pozzato die nu ook in het gootje kruipt in het wiel van Greg van Avermaat. Bonen die aan het zoeken is. En ik zoek Cancellara, die komt daar op links. Die probeert zich een opening te creëren. En straks op zijn stuk misschien nog eens door te trekken. Cancellara is op komst. En hij heeft Bonen onmiddellijk aan het wiel. Die gaat direct in de mot. Oh, hij scherpt op. Ik moet meegaan. Ook Pozzato heeft zich voorin genesteld. Maar ondertussen is Gatto al wel 47 seconden weggereden. Er zal dus een vorm van organisatie moeten komen. Want het is een gat dat je moet dichten. Ik zou zeggen, voor Van Avermaat toch een klein beetje rekening houden met hetgeen nog achterop gaat komen. Bijvoorbeeld deze Sepp van Marken. En dan misschien nog een demarrage van Sagan mee. Ja, Sagan mee in het wiel van Bonen. Benati gaat daar ook nog als Italiaan behoorlijk mee naar voren. Hier gaat Cancellara. Daar komt nu Cancellara en dat wordt een versnelling. Hopla, daar gaat de cadans. Daar gaat het ritme met een slag op 3 weer de hoogte in. Hij is vertrokken. En dat allemaal vanuit het zadel, hè, Karel? Ja, hij lijkt vertrokken, maar Bonen die reageert en ook Van Marken die reageert. Dezelfde mannen die reageren. Ook Pozzato kan nu mee. Dat zijn de grote vier op dit moment. Ook Os en Van Avermaat en Lars Boom. Maar Cancellara die doorgaat, maar het lijkt nog niet 100% vol. Hij kan nog meer, hij kan nog beter. Ja, heeft hij in Velo Magazine ook gezegd, ik ga langer wachten. Ik ga verstandiger koersen. Ik ga me niet meer leegrijden zoals me dat in de Ronde van Vlaanderen overkomen was. Want toen zag inderdaad alles zwart toen ik daar met de Chavanel de muur opreed. Karel. En toch zijn we maar met 5 meer. Met Van Marken, met Bonen, met Pozzato en Os. Dat zijn op dit moment de mannen die de kop van de koers vormen. Cancellara gaat zich nu achteraan zetten en Bonen de kop opdringen. Bonen gaat nu proberen. En, zakt hij er nu door? Heeft hij een probleempje, Cancellara? Ik denk het wel. Sagan is moet loslaten. En Cancellara heeft daar inderdaad een probleem. Wat is het probleem? Is dat een defect? Daar is de Sagan mee. Sagan. En wat is er met Cancellara? Probleempje, ja. Inderdaad, slecht sturen. Ik denk lek vooraan. Ja. Dat is wel op een pijnlijk moment. Ja, het is dan weerom nog maar een keer pech voor Cancellara. Benieuwd of daar iemand staat. Normaal moet hier iemand staan met wielen op dit stuk van het parcours. Dan ben ik benieuwd voor wat komt. Want dat zou alweer spektakelwaarde kunnen hebben. Er is er eentje van Rabobank die naar voren wil. En Benati zien we hier voorbij rijden. Voorbij Cancellara, kan dat? Ja, die zal kunnen voorbij rijden. Maar zijn wacht en zijn ze alle twee naar huis. Als we weten dat hier straks iemand staat met wielen, dan kan hem beter daar toch wel een wiel van nemen. Zullen ze ook wel vanuit de wagen, wanneer ze televisie hebben, wanneer ze beelden hebben, dit kunnen melden. Dat is jammer voor de strijd, hè? Alhoewel, het is nog 34 kilometer, hè? Het is hem vorig jaar ook overkomen, hè? Maar het was toch wel iets verder. Het is frustrerend, hè? Ja, we weten niet echt wat er aan de hand is. In ieder geval, ja. Maar het is echt laveren. Het is door pech. Vooraan, denk ik. Hij zal aan het spreken ook. Dus benieuwd of ze... Dat is een nieuwe ploegmaat nu. Die moet nu toch wel zijn wiel afstaan. Misschien beter als ze hierboven staan met wielen. Beter wachten en hierboven een wiel nemen. En dan samen met die ploegmakers zoveel mogelijk in steun. Vooral omdat er nu vlakkere wegen komen. Betere wegen komen waar je echt kan doorrijden. Kijk, hier de Tom Bonen die niet echt durft. Nee. Of is er toch een wissel geweest? Ja, ik denk het, mannetje. Alhoewel, deze man. Of is er gewoon een fietswissel geweest? Ik denk dat er een fietswissel of iets dergelijks geweest is. Karel. Ah, nee. Daar komt de wissel van het wiel. Het is boven dat ze staan.
Dat hebben ze uiteraard geweten. Hè. En deze ploegmakerie die gewoon wacht drinken aanneemt en wacht op Cancellara die nu gaat vertrekken om dan met zoveel mogelijk man... En daar in het uiteinde van de bocht zijn ze te gronden gegaan. En is dat tegen Cancellara dat ze gebotst zijn? Ja. Men is daar inderdaad tegen Cancellara gereden. Jongens. Mag je dan van drievoudige, viervoudige pech spreken? Vorig jaar zette hij dat nog allemaal goed. Maar dit wordt een ander paar mouwen. Ja, ik denk dat je nu niet meer moet proberen om verder te rijden. Mocht ik van Cancellara zijn, ik zou proberen om... Ja, kijk, toch. Mooi jong. Cancellara, hè. Maar laten we hopen dat dat gepantserde lijf geen dreun gekregen heeft met het oog op wat allemaal nog volgt. Niet alleen deze koers is belangrijk, maar ook alle volgende. Karel. Ja, kop van de koers. 13 man. En daar wordt nu opnieuw gedemareerd. Onder meer Chavanel gaat meeglijden. Maar wie zit hier allemaal? Van Marke, Paolini, Van Avermaat, Matti Breschel, Bjorn Leukemans, Tom Bonen, Filippo Pozzato, Alessandro Ballan. En het dreigt nu een beetje uit elkaar te gaan. Ook John Degenkolb en Peter Sagan zijn erbij. Een man of 13 die, als ze willen, nu de koers in handen kunnen nemen. Als ze hier elkaar gaan vinden. En er zijn er een paar koppels bij. Onder meer bij Katiusha hebben ze er twee. Ook BMC heeft twee mannetjes. Quickstep, Omega Pharma Quickstep heeft twee mannen, dus dit kan. Daar is het gebeurd. Daar renner van Rabobank die zonder dat te beseffen, misschien is het Barredo, die zonder dat te beseffen daar Cancellara uitschakelde. Het is inderdaad Barredo, denk ik. Ja, en je kon er natuurlijk ook zelf niks aan doen. Nee, dat is uitdraaien, vol uitdraaien in die poging om toch zo weinig mogelijk plaatsen te verliezen. Dit hebben we vorig jaar ook gezien, maar toen reed hij gewoon los naar voren, naar de kop van de koers. Opgelet, hè? Opgelet. Het is een vreemde vlerk. Hè? Als hij boos wordt op zichzelf, wordt hij twee keer zo gevaarlijk. Hè? Ja, maar vorig jaar was hij hier al aan zijn remonte bezig, bovenop de oude Quaremont. Ja. Krijgt hier het gezelschap van Knees. Karel. Ja, niet uit het oog verliezen. De kop van de koers met Spilak hier, Mouravieff en Chavanel. Zij zijn weggereden uit dat groepje daarachter. Chavanel nu hier resoluut naar de kop met Simon Spilak in het wiel. En dan Dimitri Mouravieff en dan de tien erachter aangevoerd door Matti Breschel. Dit is inderdaad la machine. Ja, dat is ideaal voor Tom Bonen, hè, die daar dan achteraan in dat groepje zit. Straks nog wel altijd de knok te berg over. Of anders ook wel de trio genaamd. Ja, de samenwerking is niet optimaal. Ook de Russen en de Kazakken zijn natuurlijk niet van gisteren. Ook al komen ze uit een ander land. Ze weten wel waar deze Chavanel naartoe wil rijden. Maar het is inderdaad zo dat Chavanel pech had op een slecht moment bij het aansnijden van de Taaienberg. En dat hij daardoor niet mee was. Ook dat is bepalend geweest voor wat we hier nu zien. De motor zit wat dicht. Ook al is dat een inzoomlens. Ook al halen de renners hier een zeer hoge snelheid. En hij lost het allemaal zelf op. Ja, als je spreekt over pech, deze mannen hebben toch al pech gehad, hè? Deze wedstrijd. Een halve val in het begin van de wedstrijd. Lekke band in het begin van de wedstrijd. Moeten terugkomen. En toen hij aansloot, weer lek. Dan weer moeten terugkomen. En nu weer Trammeland. In volle aanval, want hij was bezig de boel uiteen te trekken daarboven op de oude Quaremont. Weliswaar met Bonen en Van Marken, die toch eens wind volgde, dat moeten we zeggen. En dan plots stokte zijn tempo, moest hij zich laten uitzakken door alles wat plat was voorin. Dus, Chavanel, Mouravieff en Spilak. Maar dat is nog altijd achter Gatto aanhollen, hè? Ja, dat is inderdaad achter Gatto aanhollen. Hier nog even toch proberen. Ik zou zeggen, oppassen jongens, want dit zijn gevaarlijke manoeuvres aan deze snelheden. Dat is helemaal niet nodig. Cancellara, specialist, daler zal wel terugkomen. Ja, dan stel je voor dat hij gaat slingeren. Ja, dat willen we dus echt niet geweten hebben. Laten we hopen dat dat lijf heel geworden of heel gebleven is, hè? Want dat moet toch wel een tik geweest zijn van Barredo, die daar wel erg onstuimig uit die bocht moet gekomen zijn. Dat is Rast. Die probeert te wachten. Dat wordt geen sinecure. Ja, maar die straks op een moment komt waar dan iets vlakker is en toch misschien nog van dienst kan zijn. Karel? Ja, Gatto dus vooraan, dan de drie achtervolgers en dan de 10. En daar moet nu vooral het werk gedaan worden door Peter Sagan en door Alessandro Ballan. De mannen van BMC, die nu wel weer door het groepje gezakt zijn, omdat Van Avermaat nu weer naar voren is gegaan. BMC zijn ze met twee, ze hebben niemand mee. En Bonen en Pozzato, die laveren nu van coureur naar coureur. Zij weten dat ze alle twee nog een mannetje voorin in de spits hebben. Dus zij kunnen de anderen het werk laten doen. En het dreigt stil te vallen bij de 10. Dus Chavanel
en Muravjev. En wie is de andere ook alweer? Die zijn verder aan het wegrijden. Spilak. Chavanel is nog niet aan het nadenken. Hè? Dat is nog altijd maar rijden. En dat zal in de eerste plaats wel in functie van bonen zijn. Dat neem ik toch aan. Maar hij moet straks nog eens gaan nadenken. Wie heb ik hier bij me? Ja, oppassen voor Spilak. Ah. Als je daarmee naar de finish komt. Hier is meneer Cancellara. Onmiddellijk langs de kant. Onmiddellijk erlangs. Ga toch eens even kijken van alle. Kom, help even mee. Ploegmakkers, hè. Galopijn zit daar nog. En dan denk ik dat we het vooraan Gatto hebben. Dan het achtervolgende trio. En dan het groepje hier met Bonen en Van Avermaat. Ik ben benieuwd voor de volgende helling. Voor de knokte, Karel. Reactie van Peter Sagan en dan de reactie van Tom Bonen. Sagan die zo voor druk blijft zorgen op de drie anderen. Die voorsprong die is amper 6-7 seconden, meer is dat niet. Dus als dat zo blijft, dan kunnen de sterke mannen wel nog de sprong maken op de Knokteberg, op de Code Trieu. Het valt nu weer stil. Het valt nu weer stil, helemaal stil. En wie gaat het overnemen? Niemand voorlopig. Bonen als een waakhond in het wiel. Hier is Simon Spilak en dat is altijd een mannetje van de kouwer geweest. Goh, altijd een mannetje van de kouwer geweest. Ja, Spilak. Ja, je zag het meteen in hem. Spilak en Grega Bolen waren inderdaad twee jongeren die vrij mooi naar voren kwamen. Benieuwd of deze mannen de Knokteberg kenden, zich straks niet een klein beetje vergalopperen. We zullen zien. Karel. Reactie van Sepp van Marken met Bjorn Leukemans. Ze hebben zich losgerukt en ze hebben voorsprong. Ze hebben 50, 60 meter. Ze kunnen er naartoe. Ze kunnen naar Chavanel en Co. Sepp van Marken en Bjorn Leukemans zijn op komst. Moet Bonen daar nu niet op reageren? Bonen zou eigenlijk inderdaad moeten reageren. Ja. En het zou natuurlijk mooi zijn mochten deze mannen twee vooraan komen. Twee Belgen. En mocht Leukemans eens een grote wedstrijd winnen. Maar hij doet dat niet, Karel. Nee, hij doet dat niet. Hij had net gereageerd op Sagan en dan moest ik even herzetten. Sepp van Marken goed getimed, dat moment exact gekozen. En nu is het Ballan die het doet. Alessandro Ballan zet zich nu op kop. Bonen zet zich nu aan het wiel van Avermaat. Bonen natuurlijk uiteraard parcourskennis, wetende wat er nog gaat komen straks hier op de Knokteberg. Côte Trieu, misschien als hij echt goed is met een sprongetje daar naartoe. Mm-hmm. En dan wel weg. Wat zou dan zijn derde sprongetje zijn? Taaien, Pater. Ja. En nu draaien we rechtsaf. En dan is de vraag, zijn er drie sprongetjes? Heeft hem drie pijlen? Geef het antwoord. We gaan zien. Bonen zal het moeten geven. Simon Spilak op kop. Muravjev. Ook een man die Vlaanderen kent. Hè? Die koerst hier al van bij de jeugd. Absoluut. Hè? Bij het jongere team van Herman Frison gezeten, lang geleden. Hier is Cancellara toch nog altijd in de race. Maar komt hij nog helemaal vooraan in de race? Spilak, Muravjev, Chavanel. We hebben Van Marken met Leukemans op 40 seconden. En dan de rest met de Bonen op 50 seconden. Die Gatto vooraan, die is echt wel sterk, hè? Ja. Die blijft er zomaar gewoon voorrijden, ondanks dat dat koers is daarachter en alles uiteenvalt. Dus die man is echt wel sterk. Misschien heeft hij inderdaad wel gezegd deze morgen, het is voor mij vandaag. Gatto, dan Spilak, Muravjev en even kijken, Chavanel op 22 seconden. Dan Van Marken en Leukemans op 40 seconden. En dan de rest op 50 seconden. Karel. Ja, en de rest, dat zijn nu nog Sagan, Bonen, Pozzato, Paolini en Degenkolb. De rest moet een gaatje laten, of heeft dat toch gelaten? En ze kijken nu naar elkaar. Breschel, Iglinski, Van Avermaat en Ballan moeten nu weer aan het werk. Bonen die nu wel reageerde op een uitval van Peter Sagan. De wedstrijd is niet zoals je die verwacht, omdat de groten hier de voorbije jaren meestal al het kaf van het koren geschud hadden. En nu krijgen we wat vreemd verloop. Ja, het zijn de mannen van de tweede rij die het beeld bepalen. We krijgen inderdaad een vreemd verloop en dat heeft vooral te maken door het wegvallen van Cancellara vooraan. Want ik denk dat mocht Cancellara vooraan niet weggevallen zijn door die lekke band, dan hadden we een totaal ander beeld gegeven. Dat er boven in de Ronde van Vlaanderenstraat nog een lap opgegeven. En dan hadden we alleen de beste gehad vooraan. Die tubes bij Radio Shack veranderen. Tenzij hij te krachtig is en hij zijn gummi naar de vaantjes rijdt. Goh ja, zo erg is het ook wel niet, denk ik. Het is ook een kwestie van soms pech hebben. Hè. Als alles misgaat. Hier is Gatto en dat moet nu toch wel wat stroef gaan lopen. Dat kan toch niet anders. Zeker op die stukken die al maar meer lastiger worden. Steeds steiler. U kent deze knokte wel. Spilakske. En Muravjev met al zijn ervaring. En Chavanel die voor de tweede keer in drie dagen tijd, José, mee aan het commando zit. Hè? Ja, lang inderdaad vooraan. Daarnet weggevallen door die problemen, net voor de Taaienberg. Maar dan nu toch weer al vooraan. Dus laten we maar zeggen, de man in vorm.
De tweede in dwars door Vlaanderen. De wegvoorbereider van Terpstra, de winnaar van woensdag. En dan Spilak van achteruit. Zijn beurten zijn kort, die van Chavanel. En hier zien we leuke mats met Van Marken. Van Marken bijt op de tanden. Maar daar komt dan zijn majesteit, de prins Sagan. Met Bonen mee. En Karel. Ja, in plaats van naar voren rijden worden ze gegrepen, Leukemans en Van Marken. En als we dan achterom kijken, dan zien we daar toch wel enig vertoon van de mannen van Radio Shack nu op kop van het peloton. Dat verschil is ook nog niet zo groot in afstand. Het is 150, 200 meter. Maar het is natuurlijk bergop op de Trieu. En ik verwacht hier nog wel een bommetje in de groep van Tom Bonen. Hier raapt Sagan op een helling. En dat ligt hem zo goed, deze twee op. Bonen gaat mee. Pozzato kleeft zoals steeds aan de wielen. Weet natuurlijk Gatto helemaal voor. Aan. Iglinski kon piepen. Ook Van Avermaat zit daar nog te piepen. John Degenkolb heb ik ook nog achteraan zien slingeren. Helemaal wat verderop. Ik zie ook Paolini nog meegaan. En ik denk dat ook Breschel daar verscholen zit. En zijn naam is ondertussen ook al van het scherm gerold. En nu zijn we hier met deze mannen bijna boven. Muravjev voor Astana, dat is leuk. Spilak ondervindt dat het toch wel lastiger is dan hij dat kon inschatten. En Gatto, die blijft mooie dingen doen. Maar ze zijn er bijna bij. Ze zijn er inderdaad bijna bij. Een hele mooie, hele goede Pieter Sagan gezien. Hè? En Paolini is daar ook nog. Pieter voor de Engelstaligen. In Slowakije zeggen ze Peter. Peter Sagan. Spilak. Mm-hmm. Problemen. Parkeggio. Ja, ja. Klein beetje toch. En er is nog achterop komend verkeer. Begint wat hoekig te draaien. Dus zover ligt het niet uiteen. Hier zijn we vanaf. Van de knokte die niet in het parcours van de Ronde van Vlaanderen ligt. Karel. En Van Marken die de inspanningen nu bekoopt. Bijna helemaal stil staat hier bovenop de Côte de Trieu. De anderen moet laten rijden. Iets te overmoedig geweest. Sepp Van Marken komt nu zichzelf tegen. En dit doet pijn hoor. Dit is afzien. Ai, 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 Sepp Van Marken. Muravjev. Gatto gegrepen. Ja, en ik denk dat we daarachter Bjorn Leukemans aangekomen en op kop van de achtervolgende groep. Een goede Tom Bonen, dacht ik. Dit is Van Marken. Je kan jezelf ook voorbij fietsen natuurlijk. En ik kan het wel begrijpen, want hij heeft zich natuurlijk ook onderweg naar Waregem vorige woensdag in dwars door Vlaanderen geweldig gegeven. Ja, maar oppassen ook. Hé. Eten en drinken hier in deze wedstrijd. Hé. Je bent al een paar uur onderweg op die kassei, die stenen draaien en keren. Als je dan een klein foutje maakt van een half uurtje niet te drinken of te eten, dan betaal je dat een uur later. Hé. Ik denk dat het over is. Zijn schotels zijn op. Inderdaad. Dan mag je nog een flink dessert voorschotelen. Dat gaat niet veel meer. Nee, dat is nu te laat. Dat is nu te laat. Er gaat onmiddellijk een pak vloeibare voeding in moeten. Maar hier dat allemaal ter plaatse is waar het moet zijn. En hoe ver ligt Cancellara nu nog achter? Deze man is daar wel mee bezig. Eten, drinken. Chavanel die zal dat niet vergeten natuurlijk. En hij heeft natuurlijk nu dit in zijn kop. Ik ben hier nu al vooraan met Muravjev. Als Bonen dan komt, dan zijn we met z'n tweeën. Ja, en dan vorige week of deze week misschien zijn les wel geleerd met Terpstra te laten wegrijden. En dan had hij toch een klein beetje zitten denken van shit, jong. En daar, Gatto aan de kant. Inderdaad. Ja, dat is jammer, is zeg. Ja, dat is inderdaad pech hebben. Ja, dat is frustrerend, hè. Is dat Cancellara? Het lijkt me sterk. Maar als die daar gas aan het geven is, die man van Radio Shack... Wijst dat ergens op? Ja, dat is al, oftewel was het Galopin, want die zat ook nog in de buurt van Cancellara. Afdaling van de Quarmont. Of Quarmont, José. Quarmont, hè? Of de Quarmont. Tot de jaren 50 in Kasseien. Dan reden ze naar boven op het Velopad. Inderdaad. La Machine. Muravjev. Vraag niet eens om eens even over te pakken. Ja, ze hebben het eigenlijk allemaal gehad nu. Hè? Knokteberg voorbij, Côte de Trieu dus voorbij. En nu Diegenberg is het eigenlijk het enige dat ze nog krijgen. Weinig wind. Dus... Ik zie het daar vooraan nog samenlopen. Tenzij ze natuurlijk met de factor Bonen rekening blijven houden. En het vertikken om naar Chavanel te rijden. Ja, maar dat winnen ze ook niet. Hè? Nee. Dan winnen ze ook niet. Nee, en de kansen
die glijden nu als water door de vingeren. Hè? Ze volgen elkaar razendsnel op. Het probleem is, hebben ze daar nog knechten? Zitten daar nog ploegen bij die mee? Een of twee mannen zitten die daar nog echt iets kunnen doen? Denk het niet. Zo'n Degenkolb en Sagan die elkaar al de degens gekruist hebben in de Milan-San Remo. Dat zijn toch nog jonge kerels, die moeten toch nog vol doorrijden. Ja, zitten daar nog wel een koppeltje bij, Van Avermaat en Balan. Het zijn de enige twee die daar nog samen zitten, maar voelen ze zich dan sterk genoeg? Dat is die omkijken en die zien daar een John Degenkolb zitten. Die zien daar ook nog eens een Peter Sagan en een Bonen zitten. Ja, dan kan je in principe niet winnen. Hij is daar, ginder, in de achtergrond. Daar komt een tros, een hele dikke tros. En dat moet het peloton zijn. Als ze hier nog wat blijven knoeien, dan gaat dit peloton terugkomen. En daar moet hij zitten. Ja, en dan kun je wel spreken over ploegmakers. En ze zijn er hier al mee. Voilà. Karel. Maar het is hemzelf. Ja, zo ziet het er naar uit. Die terugkeer die zit er misschien wel een beetje aan te komen. Spilak is ondertussen ingelopen door de groep Bonen. Die is vooraan dus verdwenen. En Spilak vindt nu Paolini terug. Die kwam even horen bij Spilak. Wat is er gebeurd? Ja, die knikte met het hoofd de benen die me even in de steek lieten. Dus Spilak en Paolini van Katiusha nu hier. En het is met mondjesmaat proberen weg te rijden. Dat gaan Leukemans en Van Avermaat nu proberen een duet op te zetten. En dan moet Bonen reageren. En hij doet dat ook. Bonen die in één ruk naar dat wiel van Leukemans en Van Avermaat en daar dan gaat blijven zitten. En terwijl jij dat zei, bleven wij heel de tijd naar Cancellara kijken. En je moet het daar zelf opknappen. Ah, dan toch iemand die overpakt. Ja, vanuit de volgwagen zou ik zeggen naar de ploegmakers van Sagan toe. Kom aan, jongens, rijden. We kunnen beter maar rijden. En dan kan je straks op die manier de sprint winnen. Wanneer Sagan straks alleen je achtervolging moet gaan leiden op het duo. Daar vooraan Mouraviev met Chavanel. Ja, dan wordt er toch wel een beetje van de sprintsnelheid weggenomen. Dus ik zou zeggen van de mannen van Liquigas, als ze nog met mannen achteraan zitten hier. Rijden, laat ons terugkomen en laat het ons proberen op een groepsprint te laten eindigen. Pablo Lastras is daar nog mee van voor. Lastras gaat overnemen, gaat ervoor zorgen dat die Cancellara weer mee bij de mensen brengt. Karel. Hier zijn ze. Verschil nog hooguit 50 meter. Ze komen aansluiten. Dus twee leiders en dan een grote achtervolgende groep. Dat is de situatie. Cancellara, back in business. We zijn in Kerkhoven. Voor deze brug gaan we ook in volle finale van de Ronde van Vlaanderen rijden. En dan zo meteen aan de kerk rechtsaf naar Wortegem Petegem toe. En dat is de grand finale van de nieuwe Ronde van Vlaanderen. Ja, we kunnen om verder gaan. We rijden richting Varenstraat. En in plaats van de Varenstraat op te draaien gaan we gewoon rechtdoor. Ja. José gaat altijd verder. Polzato met een mini-beurtje. Breschel zit daar nu ook op vinkenslag. En Cancellara heeft dat allemaal rechtgezet. Conclusie, is de man in de koers? Ja, en het is ook wel zo, Michel, als mannen, als iemand... Antwoord, José. Ja, absoluut. Ja, samen met nog een paar andere mannen. Maar in ieder geval... Want je zou kunnen concluderen, de top is breder. Dag, jongens. Het is nog altijd even smal. Maar hij is breed, hè? Cancellara. Maar in ieder geval, wat krijgen we op het moment dat Cancellara in de tweede groep zit? En renners die eigenlijk geklopt zijn, die zien dat een Cancellara bij hun zit en die begint op kop te rijden. En dan hebben ze zoiets van, oei, we kunnen misschien toch nog terugkomen. En die hebben dan de neiging om te gaan meewerken. Dat is heel raar, maar het gebeurt. Met andere woorden, als de top volledig is, dan krijg je koers als Cancellara pech heeft. Ja. En ook... Koers met het oog op mogelijke winst. En ook niet durven koersen. Ja. Want waarom rijdt Tom Bonen met Chavanel gewoon niet vol door om Cancellara op achterstand te houden? Chavanel rijdt hier vooraan, dames en heren. Kaster, dat is waar we zijn. In de Varenstraat. Die kasseitjes die vroeger schots en scheef lagen, waar iedereen ging uitwijken naar dat padje daar. Maar dat doet Chavanel niet, omdat die buik wat minder bol is dan vroeger. Die bult beter, die rug van de kasseien. En daar kan hij ook tempo maken. Ja, zijn volledig heraangelegd deze Varenstraat. Vroeger veel slechter. Motor zit veel te dicht. Ja. Is dat Trentin? Ja. Ja, nu kun je vreemde ontwikkelingen krijgen, hè? Ja, daar komt de Paolini van den Berg is weer van voor verschenen. Ja, Terpstra. En Karel? Ja, drie mannetjes van Omega Pharma Quickstep die nu proberen het blok op de boel te leggen. Dat zijn Van den Berg, Terpstra en Trentin. Ze zijn daar alle drie. Ook Van Marken is herrezen, heeft dus kunnen aansluiten in dat groepje en zit daar nu weer in deze groep verscholen. Het is een man of 10, 20, 30, 40, 50, misschien 60. Nee, 50.
Het is niet het verwachte verloop, maar dat is door de omstandigheden. Het ontbreken van Chavanel na de Taaienberg. De pech op de Quaremond van Cancellara. Mocht dat allemaal achterwege gebleven zijn, dan krijgen we een totaal ander verhaal. Ja, inderdaad. En ook uiteraard de weersomstandigheden. Hè. Net iets te weinig wind. Ik kwam in deze... Ja. Van Marken mee nog? Ja, van Marken mee, zoals Karel zei. Dus toch de energiedrankjes zullen dan toch gewerkt hebben. Ik kwam in deze morgen toe op, hier op de aankomst. Kijk, dat is Van Marken. Hè. Dat zag je ook in Gent-Wevelgem. Kijk, nu gaat hij er weer aan rammelen. Dat is toch straf, hè? Ja. Gent-Wevelgem, waar hij tweede werd. Trok hij in kramp op een kilometer van de streep en sprint hij naar een tweede plek. Ik heb vandaag een stuk in de krant gelezen waar hij zegt van geef mijn kassei en ik wil erover rijden. Ja, Van Marken, voilà. Maar onmiddellijk goed afstoppingswerk van Stijn van den Bergen. Ze zijn er dan toch weer terug. 27 seconden. Ja, herstel. Natuurlijk, omdat de hellingen weg zijn. Ja, absoluut. Hè. Dus hij had nog geluk dat hem in dat groepje vooraan zat. En dat daar dan achteraf Cancellara gekomen is met een achteropkomende peloton. We moeten nog wel naar de berg van Philippe. Ah, Philippe de Smet, hè? Ja, tegen. Karel. Niet Philippe Gilbert, want hij is ondertussen al richting douche. Ja. Ja, en we gaan nu toch weer tempo maken in dat peloton. Tempo maken met iemand van de ploeg van Filippo Pozzato. En dat moet dan Luca Mazzanti zijn. Het is hem inderdaad, Mazzanti. Dat is de enige man van Farnese en Vini die we nog niet gezien hadden vandaag. En hij gaat nu proberen dat verschil niet te groot te laten worden. Good old Mazzanti. En dan komt Stijn van den Berg. Dat is een beetje niet theatraal, want zo is hij niet. Maar toch naast rij van die jongen. Ja, je zit daar wel alleen, hè? Ja, je hebt wel een naam op je fiets als een klok. Ik zie die naam overigens niet meer terugkomen als coureur. Nee, het lijkt me ook niet nodig, moet ik zeggen. Het is goed geweest. Aijssel is ook nog mee vooraan verschenen. En wat een peloton nog. Ja, wat een peloton nog. Hè. Ook Leij Vosten is daar nog mee. En Stijn de Volder. Ja, die dan toch ook nog bij de mensen verschijnt. Benieuwd wat ze straks gaan doen wanneer ze eenmaal deze weg voorbij zijn. Dan bovenop de Tiegenberg komen kijken. Uiteraard staat daar geen wind. Maar daar moet er toch een betere organisatie kunnen komen. Als er nog een ploeg bij is die denkt van... We hebben nog een sprinter aan boord. Wij kunnen hier nog iets doen. We zijn nog met een paar mannen. Waarom dan niet? Want wanneer deze mannen voorop blijven, ja, dan zijn de vogels gaan vliegen. Van mij mag uiteraard Chavanel of Mouraviev deze wedstrijd winnen. Mouraviev, was dat niet een van die Kazakken die op jeugdige leeftijd een onderkomen kreeg daar ging er boven op de Bosberg? Inderdaad, dat is een van die mannen die daar mede zijn groot geworden met die Glinski en anderen. Af en toe steekt zo'n Mouraviev de kop op. En kijk, 30 seconden. Als dat hier zo lamentabel blijft vooruitgaan, dan gaat dat snel naar die kwart minuut. Karel. Ja, we zijn de groep eens gaan bekijken. We hebben ons laten doorzakken. En we zien dat Cancellara helemaal alleen zit. Geen enkele ploegmaat van Radio Shack in deze groep. Stijn de Volder hangt er hier achteraan ook nog aan. Hosten zit er ook nog bij. Nog heel veel volk samen. En als je dan ploegen zoekt die nog mannen genoeg hebben om eventueel te werken. Dat is 1T4i. Die hebben een mannetje of 3-4. Ook Vacant Soleil DCM met veel manschappen in deze groep. Maar zijn zij bereid om te werken? Dat is de vraag. Er komt toch wel wat vaart in. Omdat de Turgot, me dunkt, vooraan verschenen is voor Europcar. Of is het Mathieu Claude? Is ook mogelijk. En bij Liquigassen zien ze natuurlijk ook nog zitten. Met de Sagan hebben ze natuurlijk een dikke kans in een eventuele sprint. Ja, dan maar een paar met een paar ploegen samen. Hè. Maar ze mogen niet te lang wachten, want Vimana daar vooraan. Dat is wel, we spreken daar weer over Chavanel. De man in vorm. Ja, maar zou jij dat aandurven, zoals bij Quickstep, om alleen maar gaan af te stoppen in de wetenschap dat Mouraviev daar nog bij Chavanel zit? Ja, maar zo traag is Chavanel nu ook niet. Dus hij blijkt toch over de juiste benen te beschikken. Of gaat het om de UCI-punten? Goh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze daar bij Omega Pharma Quickstep al aan voorbij zijn. Nu het seizoen draait zo goed dat ze dat op zich eigenlijk niet echt meer zitten op te kijken. Ik denk maar dat kan ze... in Vlaanderen maar beter wagen 1 hebben. Ja, uiteraard. Ja. Maar dat is, ze staan nu al goed vooraan. Dus en ze kunnen alleen maar beter komen. Hè. Want dat was wat Wilfried Peters ook s'avonds zei na Milan-San Remo in de luchthaven van Nice. Cancellara heeft de finale van Milan-San Remo voor de punten gereden. Ja, ook. En uiteraard, ja, wat zou hij gedaan hebben mocht hij gewacht hebben? 10e worden. Nu staan ze met Radio Shack Nissan als eerste ploeg en Omega Pharma Quickstep staat nummer 6. Is Bonen nu een beetje de gevangene van het ploegenspel? Of zou het hem goed uitkomen dat Chavanel nu al wint
dat hij niet moet wachten, op zijn honger moet blijven zitten tot volgende zondag. Want dan wordt hij ook een gevaarlijke klant, weet je. Ja, maar het probleem gaat ook zijn straks hier in de sprint. Benieuwd of Bonen, mochten ze deze twee voorop blijven, of Bonen de sprint wint. Uiteraard tegen een Sagan en tegen Degenkolb en anderen. Normaal gezien moeten zeggen, na een finale als deze zou dat moeten kunnen. Tiegem, maak ons wijzer. 32 seconden. Chavanel heeft uiteraard wel een hele goede klant van deze Mouravjev. Die ook, ik denk zelfs, gewoon tevreden is met een tweede plaats. Ik zou er toch maar niet mee naar de sprint gaan, hoor. Karel, jij wel? Ja, het zijn altijd maar twee mannetjes die het werk doen. Maar Zanti gaat nu zijn laatste cartouche verspelen op Tighem, op het Vossenol. En gaat Pozzato dan iets komen? Gaat hij iets doen met dat werk van zijn ploeg? Maar dat is de vraag natuurlijk. De Volder. Hij moet dan een sprongetje maken. Maar hier komt Stijn de Volder, denk ik. Jawel, de Volder komt op het Vossenol. Stijn de Volder van achter naar voor. En reactie van Nicky Terpstra. Hier is Stijn. Stijn, daar heb je hem. Je zag al in Tirreno Adriatico dat Stijn verdomme goed was. En dan gaat Pozzato ook in de reactie. En dan zien we dat de Cancellara van in het zadel probeert mee te glippen. Maar dat het toch niet meer zo gezwind gaat. Dat zal wel zeker na al die inspanningen. Ja, dat zal uiteraard maar logisch zijn. Hè? Terpstra goed. En dan Pozzato. Daar gaat de sprong van Pozzato. Pozzato die al maar beter ging koersen. Dat zag je gewoon. En dan moet Stijn erg diep. Haast met zijn neus tot op zijn voorwiel. Likt zijn voortube. En Terpstra dan toch nog met een uiterste inspanning. Proberen naar dat wiel van Pozzato toe te glijden. Maar opgelet. Pozzato die gaat nu in principe zijn actie doortrekken. Maar kan hij dat? Denk het niet. Hij houdt in, Karel. Het is hoop en al 7 seconden wat het verschil betraagt tussen Chavanel en Mouravjev en Pozzato. 7 seconden, maar het valt nu weer even stil. Ze moeten nu natuurlijk opletten, want als ze nu weer verder wegrijden, Chavanel en Mouravjev, dan wordt het moeilijk om daar weer organisatie te krijgen. Ze moeten elkaar vinden. Kijk wat hij daar doet, de beer van Bern. Armen gekruist over zijn stuur. Ja, gewoon vol doorrijden. En vierde positie, die mannen daar met 3-4 man vooraan. De Volder toch wel een mooi beeld, vind ik, van de Volder. Laat zien dat hem goed is, beter aan het worden is. Er net toch wel sterk reagerend zijn. Want hij gaat daar in de aanval op de Tiegenberg. Krijgt dan een counter van Pozzato. Om dan terug vanuit die versnelling nog eens terug mee te gaan. Dan moet je goed zijn. Zoals gebruikelijk heeft de Volder op de dag van Milan Sanremo het parcours van de Ronde van Vlaanderen verkend. Dat was nu dat nieuwe parcours. En de Volder zei, opgelet, het gaat niet over de bergjes alleen. Ik heb nog andere leuke stroken ontdekt tussen de bergen in. De Volder die daar net op dat vorige stuk in een teken deed naar Nicky Terpstra om over te nemen achter een man van deze man trouwens. 12 seconden nog. Waarop de vraag, welke strook dan Stijn de Volder? Dat zeg ik niet. Dat hou ik voor mezelf. Dat is logisch, hè. Van Terpstra moest zijn. Ik zou die man van Europcar laten rijden. Want wanneer Terpstra naar die man van Europcar probeert toe te rijden, komt alles misschien terug samen. Dus waar? Terpstra zal anderzijds ook wel gedreven zijn om wat te doen, want die staat bij Chavanel in het krijt. Ja, maar ja, in het krijt staan, dat kan je niet op die manier oplossen, denk ik. Dan heb je toch een ploegleider die van achteruit kan zeggen van niet doen, wachten. Dit is dat lange rechte stuk. En dat heeft nog van die ambetant oplopende stroken, vals plat tot net iets meer. Ja, en er staat dan wel niet echt veel wind. Want toen ik deze morgen hier toe kwam, toen sprak ik een van de organisatoren. En die zei, hoe weer met een beetje te letteren wind. Ah zo. Karel, wie zie je? Ja, ik zie Vincent Jérôme met Terpstra in het wiel. Terpstra die zich nu mee laat glijden. Twee mannen die elkaar woensdag hebben tegengekomen of zijn tegengekomen in dwars door Vlaanderen in Waregem. En daarachter is het Bonen die Cancellara blokkeert. Maar dan weer Van Marken die zich even op gang trekt. Maar het valt dan weer stil. En toch, de groep is groot en er komt organisatie. En het zit allemaal heel dicht. Terpstra die nu Vincent Jérôme probeert achter te laten en alleen naar Chavanel rijden. Dat zou natuurlijk ook wel een truc zijn als ze daar met twee voorin verschijnen. Dat was vorige woensdag de bedoeling. Dat Chavanel toch nog zou komen, tot bij Terpstra zou rijden. En dan met z'n tweeën een soort van barakkie te rijden naar Waregem toe. Het gaat niet door. Die Jérôme, die reed ook al de finale in Waregem. Dus je kan herstellen in één dag, José. Ja, inderdaad. Ze kunnen herstellen in één dag. En te meer omdat de weersomstandigheden goed zijn. Stel dat je hier zou spreken over 5-6 graden met links en rechts een beetje regen. Dan is dat natuurlijk iets anders. Nu, de weersomstandigheden zijn een
gediend. Karel nerveus, want in de koers. Ja, spierballen rollen in het peloton. Cancellara trok zich op gang, maar dan onmiddellijk bonen in het wiel. Cancellara die nu naar links is uitgezwermd en dan weer even gaat rusten, even gaat kijken, herzetten. Maar toch, hij blijft fors doorgaan en er komt nu weer iemand van Liquigas naartoe. Is dat opnieuw Sagan? Dat laat Sagan ons zelf. Even uitzakken. Nee, het is niet. Ja, het is wel. Het is Sagan zelf. Ja. En dan van Marco opnieuw. Terpstra die nu overpakt. Ah nee. Met die niet, hè jongen. Met die niet. Dat kun je niet maken. Nee, dat mag je in principe niet maken, hè. Maar hij gaat het zelf doen. Ja, hij gaat er inderdaad zelf naartoe rijden. En dan hebben ze een probleem. Dus Cancellara volgt. Dan zou je, als je Bonen heet, ook nu weer onmiddellijk op dat wiel van Cancellara moeten zitten. Is dat zo? Karel. Ja, het is niet Cancellara hier. Cancellara zit in het peloton. Nou, we zien dat Leukemans komt. En Sepp van Marken, die is er ook opnieuw bij. En dan komt ook Langeveld nog, denk ik. Ja, het is Sebastian Langeveld. Dus een man of zeven nu, in, of zes zijn het er, in de achtervolging op Chavanel en Muravjev. En dan Pozzato. Nee, Mazzanti, die zich weer op kop heeft gezet van de groep. Die zo dreigend is, zo dicht komt. Daar heb je het schoonheidskoppel. Die twee, die doen elkaar nu een beetje dood. Bonen en Cancellara. Leukemans. Die teken doet op Sagan. Allee, rij hem maar. Leukemans spreekt uitstekend Sloveens. Slovaks. Met arm een klein beetje bewegen en dat is voldoende om er gang in te brengen. Langeveld wordt nu een gevaarlijke klant. En alles wat we over die desserten gezegd hebben van Marken terugpakken. Ja, absoluut. Die herstelt in de race. Die herstelt inderdaad in de race. Koolhydraten aangesproken. Wel dan wel heel snelle koolhydraten. 11 kilometer nog. Het is best pittig, best spannend. En toch hebben ze nog een doel. Ja, ze blijven er nog altijd voor, hè? Daar naartoe rijden met name. Karel. De groep is terug. Dus de groep van Marken wordt opnieuw ingelopen door het peloton. Maar het is natuurlijk proberen. Het zijn acties, losse acties, geen georganiseerde acties. Waardoor Chavanel en Muravjev precies weer iets kleiner aan het worden zijn daar in de verte. Ze hebben elkaar gevonden en Muravjev is ook uitstekend aan het rijden. Dus het zal hier toch van de organisatie moeten komen. En wie gaat die erin brengen? Ga er maar vanuit dat Peters nu aan het tieren is. Richting Chavanel blijven rijden. Zo weinig mogelijk omzien. Alles wat nu gebeurt speelt in onze kaart. Een hele sterke Muravjev. Hele sterke. Stennert als een bulldog. Chavanel, tanden op één. Dat is dodelijk. Als er zo van die mannen zijn van een bepaalde ploeg die nog een sprinter mee hebben, het zij Boasson-Hagen of iemand anders, en die blijven daar maar tempo in brengen. Ja, wie weet zit hij daar ook nog verscholen. Dat zal wel zeker. Ja, ik zou me anders niet kunnen voorstellen waarom deze Stennert zou rijden. Hè? Karel weet dat. Ja, en de mannen van Katjusha Eisel zit hier nog. Maar de mannen van Katjusha zouden ook mogen werken. Want Oscar Freire zit hier ook nog. Dus Paolini en Spilak die hier nog zitten, die moeten misschien eens op kop gaan rijden. En proberen tempo te ontwikkelen. Want Freire maakt ook kans natuurlijk om hier te winnen. Daarboven, op de Quaremond, waar Cancellara daar plots geveld lag, is ook een toeschouwer geblesseerd geraakt. Verwond geraakt. En die is afgevoerd naar een ziekenhuis. Hier is Os. Ja, en nu rijden ze met drieën hier rond. Mannetje van BMC, mannetje van Liquigas. Cher is ook mee. Mannen van Sky. Het lijkt me een nuttige oefening als de weg breed genoeg is. Als Karel dat mag, tenminste van de officials, om daar eens langs te gaan. Want het is een lang getrokken lint. En te zien wie zijn de sprinters. Het is wel zo, Michel, dat ze op tijd moeten zorgen dat ze dichterbij komen. Hè? Want hoe korter ze bij de finish komen, die voorsprong blijft zo'n beetje. Beginnen toch renners te gokken en ploegen van oei, het gaat niet meer lukken. Ja. Toch misschien maar proberen om iets anders te doen. Dus ik zou zeggen van de mannen, als ze er naartoe willen vanuit de achtergrond, laat deze mannen niet te ver wegrijden. Maar als je wil winnen, meneer Chavanel, dan moet je wel opletten. Want die Muravjev, dat is een uitgekookte kerel. Volder. Andermaal. Stijn de Volder. Karel. Ja, op de rechterkant van de weg. En de Volder die dan helemaal voorbij die groep flitst en nu een meter of 20 heeft. En tussen de twee koplopers en het peloton gaat hangen. We proberen ons te laten doorzakken om te zien waar die spurters zitten. Freire, zoals ik al zei. Sagan uiteraard. Eisel ook niet onsnel. Voor de rest is het nog even zoeken. De Volder, José, is dat nu flitsen als vanouds? Ha, of het flitsen als vanouds is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval goed. Dit is iets dat we toch een paar jaar geleden niet meer gezien hebben, moeten we zeggen. Dit is de Volder zoals we hem eigenlijk willen. Je bent me voor. Beter dan wat we de voorbije twee jaar gezien hebben. Ja, absoluut, ja. Tanden op één.
Het is wel moeilijk uiteraard. Hè. Alleen naar twee mannen toe rijden, maar het is en het blijft Stijn de Volder. Stilvallen is, staat niet in zijn woordenboek normaal. Nee. Vraag dat maar aan Dirk de Mol. Ploegleider van Cancellara nu. En mede bouwheer van deze Stijn de Volder. Die het vaak vertikt om te kijken en om te plooien. Nu even van de kant gaat. En toch nog altijd op de tanden bijt. En nu inhoudt. Nee, het lukt dan net niet. Sleutelbeenbreuk voor Jan Gijsling. Doodjammer voor de vierde van dwars door Vlaanderen. Na een val hier in de hectiek van Edrie Haarlebeke. We hebben het hier in het verleden nog meegemaakt hoor. Dat vechten voor een goede hectometer. Ik denk aan Pieri en Plankaert. Dat was ook niet zo groot dat gat. Nee, absoluut niet. Pieri won toen. Karel. Ja, maar ik denk toch dat ze eraan zijn voor de moeite. Want het valt nu niet meer stil. De organisatie is er. En ze hebben nog 100 meter voorsprong. Meer is dat niet. Dus Bonen, Pozzato, Freire, Eissel. Dat zijn toch wel snelle mannen in deze groep. Maar voor de rest niet echt topspurters. Jawel, Hondo zien we hier. En Sagan. En Os. Ja, Os niet te onderschatten. Maar die moet natuurlijk de sprint aantrekken voor Sagan. Degenkolp, niet vergeten. Ja, ja. En wat gaat Bonen nu zeggen? Het is voor elkaar, de twee zijn gegrepen. Dus Chavanel en Mouraviev hebben begrepen dat het toch niet meer zal lukken. En op 7 kilometer van het einde krijgen we een te hertekende scenario. We gaan nog demarages krijgen. Hè? Zonder enige twijfel. Karel. Ja, zal ik er toch nog een naam tussen gooien? Niet onbelangrijk. Het valt Boasson Hagen. Ja, dus toch. Maar vandaar ook dat Stendert daar zat gas te geven. Marcato zit daar ook nog met Leukemans aan het wiel. Ook Marcato is vinnig en heeft ook dat temperament van de Zuiderling. Zo bijvoorbeeld een type dat kan zeggen, ik probeer nog eens. Ja. We zijn natuurlijk ook benieuwd. We weten niet alle namen. Daar nummer 1. Onmiddellijk is weer eentje van Europcar. En Terpstra weer mee. En Karel. Ja, ik denk dat het Pichot is. En inderdaad, Terpstra mee. Het is Pichot of het is weer Vincent Jérôme. Het zijn in elk geval de mannen die goed aan het rijden zijn bij Europcar. Cher doet alles wat hij kan om mee te gaan en is mee. En Terpstra die kijkt om. Is dit kansrijk? Nee, daar komen ze al. Het is van 2004 geleden dat we hier nog een sprint gehad hebben met een pelotonnetje van deze omvang. Ja, het heeft ook uiteraard te maken met de weersomstandigheden. Hele goede weersomstandigheden. En dan krijg je dat soort veranderingen natuurlijk uiteraard door het wegvallen van Cancellara vooraan. Toch wel een totaal andere finale gekregen dan het beeld dat we normaal gezien hier hadden kunnen krijgen. Gegrepen. Aanvalspoging teniet. Daar de boog van de 5. En ik ben eens benieuwd, die laatste kilometer, Michel. Of hier een ploeg is die op een of andere manier de zaak echt in een lijn kan brengen. Ik denk het niet. Daarvoor te weinig renners hier. Te weinig ploegen met voldoende renners hier. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat de laatste kilometer nog eentje is om een demarrage te plaatsen. Selvaggi. Of is het Larsson? Inderdaad. Ja, de man van de openingsetappe in Parijs-Nice. 5 kilometer, nog één bocht. Straks Omniplex. En daar linksaf. Woeps, 3 kilometer dan nog. Pozzato zit klaar. Je hebt natuurlijk twijfelgevallen, hè? Zo'n Pozzato. De sprint meedoen of gaan? Oh ja, gaan, hè. Dat ik zeg, ik denk dat er toch wel een deel gaan zijn die die dan denken op een kilometer, die is gaan rondkijken en denken, ja, ik kom hier eigenlijk niet bij te pas wanneer het op een echte sprint komt. Pozzato is een van die renners die ligt niet wakker van een tweede of een derde plaats. Die wil vooral winnen, denk ik. Tenminste, met het palmarès van Pozzato zou ik daar toch aan denken. Winnaar hier in 2009. Sprintje met 3 voor Bonen en Iglinski, die al bij het team was dat hij mee was. Een peloton van een goede 45 man. Dat is een tijdje geleden. 2004, de eerste van Bonen, dat was ook een omvangrijke groep, maar ik kan me niet meer precies herinneren hoe omvangrijk. De Volder achteraan, naast Chavanel. Ze hebben gepoogd. Daar zit ook nog Lars Boom.
Lars Boom eventueel nog met een mini-tijdritje. Maar hoe hoog ligt die snelheid nu, Karel? Ja, daar wou ik een antwoord op geven. 55 km per uur. Ian Stannard in zijn eentje is daarvoor verantwoordelijk. Ian Stannard die berenwerk aan het leveren is met Gustav Larsson. Dat is een tijdrijder in zijn wiel. En dan Hondo die geïsoleerd is, helemaal alleen zit. Maar wel al op vinkenslag in derde positie. Ook niet onsnel. En dan zijn de groepjes zich aan het formeren. Bonen wordt netjes uit de wind gezet door Trentin. En vooral door Van den Berg. Die zijn boomlange lijf voor Bonen in dat groepje zet. Waardoor hij zoveel mogelijk uit de wind kan blijven. Dan zie ik ook Katiusha die... zich aan het formeren is. Katiusha dat zich aan het formeren is met Freire en Paolini onder meer. Ze zijn daar elkaar aan het opzoeken. Dus het is nu echt wel koppeltjesvorming. Ook John Degenkolb zit nu in het wiel van een ploegmaat. De beer, hij brieste. Denkt, het zal wel over zijn nu. Hier raak ik niet meer van weg. Er is hem te veel overkomen. Die knal er bovenop de Kwaremond. Het moet hem toch wel wat last bezorgen. 2 keer gevallen. 3 keer. En dan krijgen we een aanval van Hosten. Karel? Ja, op het moment dat Stannard van de kop ging, dan viel het even stil. En daar komt Hosten. Maar het is knallen tegen de wind. Oké, er is niet al te veel wind, maar het is wel tegen de wind. En in je eentje voel je dat dan wel. En nu gaat het tempo gereguleerd worden door Omega Pharma Quickstep op kop van het peloton. Hosten die mag nu een beetje sudderen en blijven hangen op 1,50 meter zeker. En dan gaan we zo meteen naar de E3-prijsbrug. Ja, een hele zware verantwoordelijkheid op de rug van Tom Boonen nu. Het spel afwerken in de sprint. Het zou mooi zijn, mocht het lukken, dan kan hij de volle hand vooruitsteken. Niet evident tegen Sagan. En zit Freire daar ook nog, José? Ik zie er toch wel mannetjes van. Die zat er in ieder geval in het tweede groepje. Dus die is teruggekomen, inderdaad. En hij heeft nog 3 mannen mee. Ja. Ook Van Avermaat zit er nog. Hij heeft 3 mannen mee. Plebe van Ecke. Chavanel mag voor mijn part, al zal die wel moe zijn, toch ook nog eens even wat doen. Proberen op te schuiven, al was het maar voor een metertje of 100. Hij moet nog kunnen natuurlijk. 2 kilometer nog. Chavanel blijft achteraan hangen. Hij moet ook nog de moed hebben om het te doen. Kijk, Degenkolb daar baggeren. Ja, ja. Staat mijn inziens nog altijd een beetje te zwaar, maar wat betekent dat als hij straks wint? Ja, wat betekent dat inderdaad als hij straks wint? Heeft er nog een mannetje voor zich. Referentie in Milan-San Remo won Sagan de sprint voor Degenkolb. Nou ja. Voor plaats 4. En 5. Een bolletje. 2 kilometer nog. Hier de brug. We trekken erover. Freire zit daar klaar te kijken. Oogt goed. Heysel zit hier. Als Heysel er is, dan is een Boissonnagen is daar en die kan in de buurt komen. Heysel heeft kennis van dat soort zaken. Hoe zit het hier op dat hellende stuk? Is er daar nog iemand die wat over heeft om een aanval te plaatsen? Nog 1 kilometer. Tempo toch de lucht in zijn. Nog 1 kilometer. Freire derde positie. Oei, de mannen van Saxo. Daar komen de mannen van Saxo met een versnelling. Loend is niet traag. Heido is niet traag. Wordt er iemand afgelost van Rabobank? Foutje. En dat hebben ze gezien natuurlijk. Dat is armoede. Dat hebben ze gezien. Sagan is daar een beetje in de penarie gekomen. En Degenkolb die komt niet meer uit dat wiel van Sagan. Cancellara glipt daarmee buitenom. Maar lijkt zich niet meer met de debatten te gaan moeien. Tempo nu nog wat hoger. Op naar de Sint-Salvatorkerk. En waar zit Bonen? Op naar zit Bonen. Van Marken komt. Van Marken. Bonen. Bonen schuift een stelling op en gaat het van ver doen. Dat is wel erg ver, hè, Tom. Dan moet je wel heel zelfzeker zijn om door die chicane te komen. Hè. Maar doet het hier wel goed. Dicht tegen de bocht. Maar het is Freire die komt. En het is Freire die de E3-prijs Havelbeke. Of is het Bonen? Ja, Bonen steekt in ieder geval de hand op. Dus renners hebben vaak toch wel het juiste beeld. Freire kwam laat. Hij pakt hem. Alsjeblieft. 5-5-5. Hij lijkt zeker. Alsjeblieft. Hij lijkt zeker. En Freire schuddebol. Hij lijkt zeker. Door dat goede spoor te kiezen binnenkant bocht. Ga toch nog even wachten, maar deze man schuddebolt. Ja, dus ja. Bonen, het is snipt, hè. Het is snipt. Het is juist, maar hè. Maar het is wel juist. Ja. Ik zou zeggen een wieldikte of een velgdikte, maar die velgen zijn 7-6 centimeter, dus het is voldoende. Ja, dat is heel, heel nipt. Maar het is wel
duidelijk. Het is wel duidelijk. En voor de derde plaats is het helemaal duidelijk. Twee man toch echt wel goed vooraan. En ja, we zullen zien blij zijn. Ondanks een groep van 45 renners naar de finishlijn. Freire kwam razendsnel, maar Bonen had het betere traject. De ervaring hier al zo vaak gesprint voor winst. En hij maakt het af in zijn koers. Ja, absoluut. Hein? Zoals ik net al zei, een hele grote verantwoordelijkheid op de rug van Bonen. 1 Bonen, 2 Freire, 3 IJssel, dan 4 Douquet en dan Van Marken. Toch mooi op plaats 5 en Degenkolb op plaats 6. Dan gaan we het nog eens bekijken. Daar kiest hij resoluut van vrij ver voor de kopplaats. Wil daar absoluut die koord houden. Dicht tegen de nader aan. Freire aan het wiel. Freire, nogthans goed getimed, komt er nu naast. Maar daar is de streep al. Ja, maar goed getimed inderdaad. Maar kon niet vroeger komen wegens de sterkte van Bonen. En dus Bonen van kop af, gewoon de sterkste. De één man die in de buurt kon komen, dat was Freire. En voor de rest niemand die deze Bonen diep over het stuur. Dus kijk naar de gezichten. Moet dan toch al een tijdje zijn déclic gemaakt hebben. Ik ga voor de sprint. Ja, ja, ja. Van daaruit ook een iets wat meer passieve houding. En vandaar ook dat het werk van Chavanel andermaal rendeert. En weer er eentje bij. Weer er eentje bij. 5. En is daarmee alleen recordhouder hier in de E3 Haarlembeek. Ja, stond hij samen met een Rick van Looy. Met 4 overwinningen. Het zijn er nu 5. Ze gaan die wedstrijd een andere naam moeten geven. Bonen koersen hadden we al eens gesignaleerd, denk ik, bij zijn vierde. Bonen, Freire.